Oh my god, guys, mijlpaal. Onze baby slaapt voor de eerste keer op haar eigen kamer deze middag. Oh, dit is terug weg. Oh no. Ze heeft net wel lang geslapen. Hè? Ja, ze heeft wel al lang geslapen, maar het is echt zo cute in haar bedje. Dus ik moet haar gewoon gaan halen. Ik mis haar al dat ze niet bij ons is. Ze heeft wel al lang we gaan haar samen halen. Maar echt super flink, want ze heeft wel een uurtje of zo. Allee, drie kwartiertjes een uurtje geslapen. Dus. Dag, koekje. Baby. Oh, is je arm al bro? Oh, is je arm al bloot? Kijk haar koppeke. Dag, schatje. Ben je blij? Ben je blij? Ben je blij dat we terug zijn? Ja, oh, trek u uit, zegt. Oh, trek u uit. Heb jij goed geslapen, schat? Ga je pakken doen? Gaan we pakken doen? Gaan we pakken doen? Filou, heb jij haar ook gemist? Gaan we pakken doen? Ja. Heb jij haar ook gemist? Nee, schattenbouwt. Oh, baby. Filoetje, heb je haar ook gemist, schat? Nee, schatbal. Heb je haar ook gemist? Ja. Oh, Filou. Heb je haar gemist? Oh, ze is toch niet zo lang weg geweest? Nee. Ze is toch niet zo lang weg geweest? Dag, Cookie. Is dat Filoetje, schat? Hé, dag, schat. Moet je eens kijken naar je pamperke? Eens kijken naar die valkjes. Echt schattig. Filou. Mijn lunch voor vandaag is noedels met koornstukjes en groene groentjes. Wat groentjes. Ziet er heel lekker uit. Is ook van Meal Hero. Dus het is ook inderdaad een gerechtje van Meal Hero. En dat is gewoon heel gemakkelijk om zo toch iets gezonds te eten. Waar je geen tijd in moet steken. En waar je gewoon maar hoeft op te warmen. Allee, te stomen dus eigenlijk. Dat ga ik nu eten. Want het is nog steeds challenge. En mijn project comeback. Let's eat. Oké, ik wou hier dus rustig mijn tussendoortje eigenlijk eten. Havermout met chocolade, shake en pindakaas erop. Met deze hier naast mij. But she's awake. Ik weet niet wat ik nu ga doen. Baby. Hey. Lastig. Dit is dus hoe ik het heb opgelost. Baby op mijn borst. Eten bij de hand en combineren. Onze baby slaapt. Kijk maar. Echt heel schattig met die armpjes omhoog. Maar ideaal moment dus om het eten al wat voor te bereiden voor vanavond, want wij gaan lasagne eten. Super lekker. Of niet? Ik heb het! Ik heb eindelijk gevonden hoe je dat manueel kunt uitzetten, broer. Keigoed. Ik heb gewoon de handleiding opgezocht en dan wist ik het best. Keigoed. Maar dus, wij gaan vanavond lasagne eten. Maar dat is natuurlijk een beetje voorbereiden. Dus, ga ik dat al doen? Zodat we dat vanavond gewoon in de oven moeten zetten. Eigenlijk een beetje knuffelen. Ja, maar ik ga eerst dat even doen. Dat is alleen maar de saus maken. En dan verdelen. Komt goed. Oh, babe. Nee, babe, ik ga dat al doen. Anders is dat straks een heel gedoe. De kop. Een beetje lui. Ja, gaat jij dan al maar. Wanjo, trouwens, moeten jullie eens echt iets heel graaf zien. Andres heeft nieuwe tattoos. Ja. Oei, echt het licht is niet zo goed. Look at this. Hoe mooi. En dan deze. Oei, het valt niet scherp.
En dan deze. Heel, heel mooi. Schattig of niet? Are you happy? Heel happy. Voilà, dus ik wacht, heb... wacht. Ik moet deze even verplaatsen, want daar is mijn water en zo. Draai dat gewoon. Fucking warm, broer. Je moet dat toch gewoon omdraaien? Omdraaien? Ja? Nee. Jawel. Dan komt dat er allemaal uit, dat water. Ik heb als dat je echt dat al... heel snel doet, niet? Ja. Draai om, anders loopt het er allemaal af. Ik heb zorg, mijn stress. Andres is echt niet normaal. Maar dus, ik ga gezonde lasagne maken ook trouwens. Dus volkoren lasagnebladen, veel groentjes, lekkere tomatensaus en in plaats van... veel groentjes. In plaats van dus de gewone witte saus, die helemaal niet zo gezond is, doen wij er cottage cheese bij en natuurlijk wel gewone kaas. Dus ja, ik ga dat doen. Andres gaat eten. Ik heb al iets gegeten. En dan gaan we dat na nog wat knuffelen. Cool. Ik vind dat niet lekker met cottage cheese. Broer, hoe kun jij dat zelf zeggen? Jij vindt mijn lasagne altijd lekker. Niet de cottage cheese. Jawel, wacht maar tot straks. Hij gaat dat wel lekker vinden. Ik heb hier niks te zeggen. Nope. Hey guys, ik heb daarnet de video bewerkt en hij is niet zo lang, dus sorry daarvoor. Maar ja, weet je, wij zijn gewoon nog een beetje aan het zoeken in alles en een beetje ja, ritme en zo aan het vinden. Het is ook echt wel druk geweest de afgelopen week. Dus er waren eigenlijk ook niet zo heel veel momenten om echt, allee, dat we er echt bewust mee bezig waren om stukjes te filmen. En ja, deze kleine cookie, die neemt natuurlijk ook wel veel van onze aandacht en tijd in beslag, hè. Want soms gebeuren er dan zo keitoffe dingen en dan hebben we ja, de camera niet vast of zo. Dan denken we er niet aan om dat te filmen, omdat we gewoon zo bezig zijn met haar dan en er gewoon zo van genieten. Dus dat is eigenlijk gewoon ja, wat er aan het gebeuren is, hè. Toch? Dat is waar. Ja. Andres heeft ook echt wel veel gewerkt deze week en ook allee, echt wel veel gedaan en zo. Dus ja, druk, maar komt goed. Als er trouwens nog bepaalde dingen zijn dat jullie ja, graag meer willen zien, of dat jullie afvragen of zo, hoe dat wij bepaalde dingen aanpakken of doen. Nee. het was wel een stevige en allee, iets zwaardere nacht vannacht. Hè? Allee, het was op andere uren wakker vannacht als normaal is. Een keer meer, hè? Dat voelde wel. Hè? Ja, dat voelde wel inderdaad. Maar dus ja, als er... jij. Jij, hè? Zie te zien. Jij. Dat gaat hier over u, hè? Ja. Jij werd een keer meer wakker, hè? Jij, hè? Jij hebt ons wakker gemaakt. Jij hebt ons wakker gemaakt. Maar dus als er zo bepaalde dingen zijn die jullie graag nog willen zien of dat jullie willen weten hoe wij bepaalde dingen doen of zo, mogen we dat altijd laten weten. En dan kunnen we daar iets mee doen, hè? Oh, I'm covering my own. Ja, dat was heel subtiel. In ieder geval, super tof dat je gekeken hebt naar de video. Hopelijk kijk je naar de volgende video ook. Nee, je en moet wij... wel blij zijn, hè? Ja. En wij gaan deze baby nog even eten geven, want ze heeft nog een beetje honger. Ze heeft al gegeten, maar het was blijkbaar nog niet genoeg. Hé, schatje, het was nog niet genoeg, hè? Zeg, dag iedereen. Dag iedereen. Dag. Tot de... Oh. Oh. Nog eens. Oké, okay. Kijk naar hier, kijk naar hier. Zeg, dag iedereen. Tot in de volgende video. We'll go through the wastelands, through the highways, and on.